Goedemorgen, lieve mensen. Van harte welkom bij weer een nieuwe morning setup. En jullie zien het al, ik ben binnen vandaag, want ja, de regen was iets te hard voor de computer. Ik bedoel, ik kan er nog wel tegen, maar ja, die computer die vindt dat wat minder fijn. Een hele goede morgen, ja, aan Ineke ook en aan allemaal hele lieve trouwe fans zie ik hier. Thema van vandaag, waar we het over gaan hebben, is rust in je hoofd. En de meeste mensen die zoeken rust in hun hoofd vanuit hun hoofd. Maar daar ga je het niet vinden, want die gedachten blijven maar doorgaan. Dus wat eigenlijk veel slimmer is, is om naar je lichaam terug te komen. Dus laten we dat gaan doen. Ik heb al een klein beetje de kamer hier weer verbouwd. En ja, dat is altijd een beetje behelpen als het hier binnen is. Maar als je kunt, kom even lekker staan. Zet je voeten recht onder je, heupbreedte ongeveer. En laat jezelf eens even lekker schudden. En deze beweging, nou die doen we al vaker, maar geloof het of niet, de Taoïsten vanaf de Qigong, het oude China, die raden deze beweging aan om gewoon heerlijk alles in beweging te brengen. Alle qi, de levensenergie. Zorg ook dat je polsen lekker los zijn, dat je schouders lekker los zijn. En bounce met je knieën. Dus laat je hele lichaam bewegen. En dan kom je rustig weer tot stilstand. En waarom ik het graag doe, is om iets meer de sensaties in mijn lichaam omhoog te krijgen. Dus misschien voel je wat tintelingen, misschien voel je wat warmte. Misschien voel je zelfs je ademhaling een beetje omhoog gaan. En dan is het makkelijker om wat meer naar je lichaam te gaan. En wat er namelijk is, is dat zodra we alleen maar in ons hoofd zijn, dan zijn we eigenlijk afgesloten van de sensaties uit het lichaam. Maar die sensaties uit het lichaam, die communiceren de hele tijd omhoog. Dus wat we gaan doen is, ja, ik maak er maar gebruik van dat ik nu ook kan zitten. Dus je kunt blijven staan, maar je kunt ook even zitten als je dat fijn vindt. En breng dan eens even je handen naar je buik. Naar het hele gebied van je buik. En bij mij ontstaat meteen een diepe spontane ademhaling, omdat dat het gevolg is van regelmatig even een contact maken met mijn lichaam. En zodra mijn lichaam al een hand voelt ergens, dan reageert mijn zenuwstelsel daar al op met, ah, ik ben niet alleen, ik hoef het niet alleen te doen. En de werking van het zenuwstelsel is als volgt dat hier de nervus vagus loopt. En dat is de grote hersenzenuw die loopt helemaal van achter je hoofd bij je schedel zo naar beneden. Die raakt alle organen en die komt uiteindelijk uit in je onderbuik. Dus wat we gaan doen, en dit is een soort combinatie van het opwekken van chi en een kleine massage. Geef jezelf eens een kleine massage bij je buik. Voel eens waar wellicht wat spanning zit. Heel veel mensen hebben vaak spanning hier bij het middenrif, bij de solar plexus. Maar het kan overal zitten. En als je dit doet, geef jezelf dan een hele liefdevolle glimlach. Als je ergens een plekje tegenkomt waar je wat spanning voelt, waar je denkt, oh hier, dan blijf je er ietsje langer en misschien voelt het eigenlijk heel erg rustig. Dat is opvallend, bij mij voelt het eigenlijk heel erg rustig. En het enige waar dit over gaat is dat je contact maakt met aandacht om te voelen wat is hier eigenlijk allemaal te voelen. En doe het op jouw manier. Misschien vind je het gewoon fijn om je handen stil te houden. Misschien vind je het fijn om kleine rondjes te draaien. Ik merk dat ik nu een klein beetje in mijn taille zit.
En ondertussen laat je je ademhaling iets rustiger worden. Iets verdiepen. En dan luister je gewoon. Dan luister je naar wat heeft jouw buik je te vertellen. En misschien vandaag niet veel. Maar misschien is er van alles gaande, word je onrustig, merk je eigenlijk dat je meteen naar je hoofd gaat. En dat is precies het patroon op het moment dat er heftige sensaties te voelen zijn. Misschien is er angst of misschien is er woede of verdriet ergens in je lichaam. En hebben we onszelf afgeleerd om dat te voelen, maar doen we als uitvlucht naar ons hoofd en dan gaan we denken. En dat is eigenlijk niet heel veel beter dan gewoon even erbij te zijn met je aandacht. En mocht er iets omhoog komen, misschien begin je wel te boeren of te gapen. Of misschien voel je een vleugje van verdriet opkomen of iets anders. Dan wees er maar nieuwsgierig naar. En het hoef je ook niet zo lang te doen. Zeker niet als je dit helemaal niet gewend bent. Dan kan het best wel overweldigend zijn. Dus schud het allemaal maar weer los. En dan kom ik er weer even bij staan. Ja, ik vind staan toch echt lekker. En dan doen we een kleine flow nog eventjes. En de flow die we vandaag doen is... breng je armen naar boven met je handpalm omhoog. Helemaal naar boven. Rek jezelf even uit. Oh, dan open je je ruggengraat. En dan laat je het weer naar beneden stromen. Heel zachtjes. Maakt niet uit hoe mooi dit eruit ziet of hoe je het precies doet. Maar open je handen. Geef ondertussen je lichaam een lekkere stretch. Kijk eens eventjes naar boven. En stel je voor dat je jouw energie volledig inademt naar beneden. En als je dat hebt, dan kun je eventueel dit nog vergroten, speciaal verlieken. Dan zet je je voeten nog iets wijder. En als je naar beneden gaat, kan je iets door je knieën buigen en je handen wegdoen. Zodat je al het oude even... laat afstromen. Dus de kosmos komt allemaal naar binnen. En dan buig je iets je knieën als je kunt. En met je handen duw je het als het ware verder weg. En dat hoeft niet heel diep. Maar met intentie werkt het wel. Dus je laat het naar beneden gaan. En breng het allemaal weg. Draai je handpalmen weer naar boven. Nou, het gaat net hier zo in de ruimte. En ondertussen, doe het in jouw tempo. Je hoeft niet mijn tempo te volgen, maar volg jouw ademhaling. Bijvoorbeeld een inademing op het moment dat je omhoog gaat. Hou je het heel even vast. En een lekkere uitademing. En ik ga daar meteen al een klank bij maken. Of in ieder geval een diepe zucht. Maar voel maar eens wat voor klank passend is. En dan doen we dat nog één keer. En dan kom je tot stilstand. Breng weer even een hand naar je onderbuik en één hand misschien naar je hart. Voel maar eens even hoe het voor jou goed voelt. En voel eens na. Voel eens in je lichaam hoe het daar nu is. Ik voel mijn hartslag ietsje hoger.
Misschien voelt het al ietsje rustiger in je buik of waar het dan ook is. En als je een sensatie hebt die ik niet genoemd heb, maar die jij wel ervaart, dan heb ik een hele liefdevolle vraag voor je die je kunt stellen aan dat lichaamsdeel. Namelijk, hoe kan ik jou ondersteunen? Dus misschien is het bij je kaken, misschien is het bij je nek of je schouders. En luister dan maar wat je kunt horen. En ondertussen is onze nieuwe poes, onze Floki, hier aan het spelen met een muisje. Ik wou eigenlijk zeggen, hij is een groot voorbeeld voor hoe je rustig kunt liggen. Maar soms is die ook wel even lekker speels en lekker actief. Precies zoals het hoort te zijn. En heb je een antwoord gekregen van jouw lichaam? Hoe je je lichaam kunt ondersteunen? Stel je voor, je hebt last van tinnitus, ik zeg maar eens even wat, van je kaken. Wat zou jouw lichaam kunnen gebruiken? En misschien is het gewoon heel zachtjes even erbij zijn, heel zachtjes wrijven. En deze daad, zo simpel als dat, en ik zit hier bij mijn oor, achter mijn oor langs en bij mijn hals, en ook als je geen last hebt van tinnitus of kaken, is dit een hele fijne oefening om te doen. Om eigenlijk je zenuwstelsel helemaal en heel makkelijk te kalmeren. En als je dat verder naar beneden door laat gaan, dan wordt het nog makkelijker, hè, naar de buik, want daar eindigt die zenuw. Dus volg maar jouw lichaam, volg maar wat jij fijn vindt. En misschien merk je op die diepe spontane ademhaling. Laat het allemaal naar beneden afdalen, voel je voeten. En dan tot besluit van deze morning setup om de energie goed te zetten. Een van mijn favoriete oefeningen, de hook-up. Je plaatst een paar vingers in je navel en een paar vingers tussen je wenkbrauwen bij je derde oog. Zet het puntje van je tong achter je voortanden. En geef jezelf een glimlach. Geef jezelf een glimlach dat je er live bij was of dat je dit hebt teruggekeken. En wat we hiermee doen is het verbinden van de beide meridianen aan de voorkant en aan de achterkant van je ruggengraat. Waardoor de balans hersteld wordt tussen vuur en water, tussen yin en yang. Tussen verse energie naar buiten, naar binnen en oude energie naar buiten. En met deze laatste kleine oefening en kleine mindfulness practice sluit ik de morning setup weer af. Kom ik weer ietsje dichterbij om te lezen wat jullie allemaal schrijven. En hey Astrid, fijn dat je er weer een keertje live bij bent. Ja, dus rust in je hoofd krijg je niet vanuit je hoofd, maar krijg je door contact te maken met je lichaam. Door te voelen wat daar te voelen is en de vraag te stellen. Als er iets van ongemak is, van pijn of van emotie, angst. Wat kan ik doen om jou nu te ondersteunen? En met die vraag sluit ik af voor dit weekend, voor deze dag, maar voor het komende weekend ook. Om daar eens mee te oefenen. Dat elke keer als er iets van ongemak is, vraag het maar eens en luister. Luister naar wat je lichaam te vertellen heeft. En dan zul je zien dat je rustiger wordt in je hoofd. Hoe gek het ook klinkt, maar het is echt waar. En mooi Ineke, ja, bij het aaien. Het is oké, precies. En een leuke en een nieuwe poes. Floki heet die. Lieve mensen, ik wens jullie een hele fijne dag. Een heel fijn weekend. Van mijn hart naar jouw hart. Namaste. Wees lief voor jezelf en ik zie jullie graag de volgende keer. Ik ben er maandag weer. Tot dan.